Luister naar het geluid op deze stille dag. Voor een stil en rustig Flevopark. Zonder gekke evenementvliegers. De eerste zwemmers zijn er al. Ik ben fotograaf en mijn naam is Fred Bender. Ik woon al sinds 40 jaar in de wijk Amsterdam Zuidoost. Ik noem mijzelf buurtfotograaf. En dat doe ik helemaal op persoonlijke titel zonder winstoogmerk. En ik maak fotoseries voor vele culturele verenigingen. En dat doe ik met veel plezier en dat doe ik al heel erg lang. En alle resultaten daarvan zet ik op mijn blog. Iedereen mag het vrij kijken. Ik hoef er niets voor te hebben. Sinds 2019 werk ik als vrijwilliger bij de culturele erfgoedinstelling Imagine IC. Ik ben daar vrijwilliger en ik help daar een paar andere vrijwilligers om archiefmateriaal te documenteren. En het gaat over 50 jaar Bijlmermeer.
En daar houd ik mee bezig, want het is heel belangrijk dat dat materiaal bewaard blijft. Ik woon ongeveer een jaar of 40 in Amsterdam Zuidoost. En sinds een jaar of 20 maak ik met mijn fototoestellen vele reisjes door het stadsdeel. En ik fotografeer vele gebouwen. Dat is heel belangrijk, want dit is cultureel erfgoed. Als dat niet gedaan wordt, dan weet men later niet wat voor gebouwen er voorheen op een bepaalde plaats gestaan hebben. Ik sta op het ogenblik in de wijk Holendrecht en wel Holendrecht West, vlakbij het winkelcentrum. De reden dat ik hier sta is dat mijn vriendin hier in Holendrecht woont. Ik fotografeer in Holendrecht vele zaken die mijn interesse hebben. Onder andere het revitaliseren van het winkelcentrum. Op die manier heb ik vele fotoseries gemaakt die te maken hebben met deze buurt. En de reden dat ik hier sta is dat we hier een winkelcentrum hebben dat wat verpauperd was en de veiligheid was ook niet in orde. Daarvoor is besloten een aantal panden van het winkelcentrum te slopen en nieuwbouw te voorzien. En om wat meer kopers te trekken, werd er beslist om hier een publiekstrekker neer te zetten in de vorm van een actionwinkel en een kruidvat. Daarvoor moesten er 3 panden in Holendrecht West gesloopt worden. Van deze actie van het slopen en het opbouwen van de actionwinkel, daar heb ik in mijn fotoarchief vele beelden die ik wil laten zien. Oké, dit apparaat dat werkt niet helemaal lekker. Ik denk dat ik het maar met de hand ga doen. En ik laat u een stukje zien van het Holendrecht zoals het nu geworden is. Kijk, ik laat nu zien hoe het nieuwe Holendrecht eruit ziet. Daar hebben we de winkel Action. Op deze plaats heeft voorheen een Chinees restaurant gestaan. En het restaurant dat heeft men gesloopt voor het maken van de actionwinkel. En de reden dat men een actionwinkel hier wilde hebben is dat het veel publiek trekt. En dat is achteraf toch uitgekomen. En hier rechts, daar zie je de Volmar-winkel. Dat is een supermarkt en die is ook heel mooi gemaakt. En van al deze werkzaamheden heb ik een zeer uitgebreid fotoarchief. En het fotoarchief dat staat op mijn website en dat heet buurtfotograaf.blogspot.com. Daar staan vele mooie foto's, die wilt u niet missen. En dit was dan de nieuwe Holendrecht. En 8 jaar geleden zijn deze werkzaamheden uitgevoerd. En na afloop van de werkzaamheden kwam de burgemeester van Amsterdam het winkelcentrum openen. En alle Holendrechters zijn erg blij met het nieuw gerevitaliseerde winkelcentrum. Geopend.
Mijn naam is Boris Verham. Het is coronatijd in 2021. En vorig jaar was het ook al coronatijd. En toen heeft het 4 mei-comité, waar ik toen voorzitter van was, een boekje aan alle stadsdeelbewoners gestuurd. Om toch luister bij te zetten bij de Tweede Wereldoorlog herdenking. Dit keer doen we dat met een video. We beginnen bij de schildering van Moos Cohen. Ik sta hier in de Hanni Dankbaar passage van de Halle, de vroegere tramremise, onder de muurschilderingen van Moos Cohen. Hij was een Joodse kunstenaar die in 1942 is vermoord in Auschwitz. Ieder jaar organiseert het 4 mei-comité op deze plek de dodenherdenking. Bij de herinneringsplaketten van de omgekomen stadsreinigingsmedewerkers en bij de muurschilderingen. Vorig jaar, in 2020, ontdekte het 4 mei-comité dat in de Tweede Wereldoorlog 165 Joodse buurtbewoners uit Oud-West zijn weggevoerd en vermoord. Daarom hebben wij voor onze video van dit jaar gekozen voor het thema Jodenvervolging. Ook besloten wij vanaf 2021 een nieuw herinneringsmonument in ere te houden in de Halle, bestaande uit de fresco's van Moos Cohen en een vernieuwde gedenkplaat. Het 4 mei-comité vindt het belangrijk dat ook de scholen in Oud-West betrokken worden bij de herdenking, om zo de geschiedenis door te geven aan volgende generaties. Dit jaar werken wij samen met de Brede School Kinkerbuurt. Ouderen komen hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog vertellen in de klas en de leerlingen maken daarover kijkdozen, die wij weer tentoonstellen in Galerie Beeldend Gesproken in de Halle. En wij leggen dit alles vast op onze video die voor iedereen te zien is. En twee basisscholen in Oud-West hebben een oorlogsmonument geadopteerd, waar ze jaarlijks herdenkingen houden. De Annie M. G. Smit School herdenkt de februaristaking bij het Dirk van Nimwegen monument in de Borgerstraat. En de Kinkerbuurtschool herdenkt bij de voormalige turnschool in de Krakeling. Daar waren heel veel Joodse turners bezig en die zijn opgepakt. Al voor de oorlog wisten wij in de familie wat er met de Joden in Duitsland gebeurde. En dat komt, mijn moeder zat in de SDAP. Dat was de voorloper van de Partij van de Arbeid. En ze hadden contact met de Sociaaldemocraten in Duitsland. En zo, daardoor kwamen al Joodse vluchtelingen naar Nederland toe en die werden opgevangen hier. En die werden door verschillende leden van de SDAP gebracht naar Friesland. En toen zei gegeven moment, omdat ik een Joodse vader had, maar nou moet jij ook onderduiken, want nou wordt het hier ook gevaarlijk. En dat heeft mijn vader gedaan, die heeft de oorlog ook overleefd. Maar mijn vader had ook twee zusters. En daarvan zei mijn moeder ook van, jullie moeten onderduiken, want dat is gevaarlijk. Er zijn razzia's op straat. En toen zeiden ze, ach nee, we gaan naar Duitsland toe, we moeten daar werken. We komen wel terug. Maar ze zijn niet teruggekomen. En de broers van mijn vader ook niet. Mijn vader is de enigste van die familie die de oorlog heeft overleefd. Naast ons woonde de familie Douma. Daar kwam een verzetsgroep bijeen. De leider daarvan was Frits Israels, een Joodse man. Maar op een gegeven moment was de woning omsingeld. En werd Frits Israels doodgeschoten in de woning door een Nederlandse fascist. Die na de oorlog 6 jaar gevangenisstraf daarvoor heeft gekregen. Mijn vader was psychiater en als arts kon hij meehelpen in het verzet. En we hadden ook onderduikers in huis. We hadden Omi, een lieve Duitse dame, die we Omi moesten noemen, zogenaamd grootmoeder. En ze was zogenaamd doof als de moffen aan de deur kwamen. En een Joods meisje en wisselend verzetsmensen. Als de huiszoeking werd gedaan, verstopten de verzetsmensen zich achter een kast in een klein zolderkamertje of holden ze naar beneden onder de grond achter een kast in de behandelkamer van mijn vader. Of ze
Ze holden de achtertuin in en klommen boven in een enorme hoge beukenboom die daar stond. En dan waren ze onzichtbaar. Ja. Het Joodse meisje kreeg ontzettend buikpijn. Mijn vader onderzocht haar en zei ze moet naar het ziekenhuis. Hij bracht haar naar een boslaantje. Mijn moeder had eerst alle merkjes uit de schoenen uit de kleding. En mijn vader belde toen met verdraaide stem naar het ziekenhuis. Er legde een juffrouw in het bos. Een artscollega was op de hoogte, stuurde een ziekenwagen en ze kwam in het ziekenhuis. Maar toen kwam er een foto in de Bussumse krant. Wie is dit meisje? En mijn moeder kreeg een telefoontje. Ze komen eraan met speurhonden. Ze sprenkelde direct Liesel van de voordeur over het tuinpad naar de straat. En ze vonden dus niks. Ze raakten het spoor bijster. Maar ze lichtten ook de schoenen door met röntgenstralen van het meisje. En kwamen achter een merkje van een schoenmaker in Amsterdam. Mijn moeder ging direct naar Amsterdam om de familie in te lichten. En ze zocht ook contact met het verzet, zodat ze eruit het bevolkingsregister konden lichten. Mijn vader had er ook gelukkig geleerd hoe ze geheugenverlies moest voorwenden. Ze wist niet meer wie ze was. Ze wist alleen dat ze uit Arnhem kwam. En dat deed ze heel goed in het ziekenhuis, hè? Ja, dat deed ze prima. Rol. Ja. Het project Tweede Wereldoorlog is bij ons op school een jaarlijks terugkerend project. Alle leerlingen van de bovenbouw krijgen het ofwel in groep 7 of in groep 8. Tijdens dit project komen verschillende mensen bij ons in de klas vertellen. Zo is Sylvia Schotman bij ons in de klas geweest. Zij was 3 jaar ten tijde van de oorlog en ze hadden onderduikers in huis. Bart de Vries vertelde over zijn vader, die een belangrijke rol had in het verzet. En ieder jaar vertelt Salo Muller over zijn jeugd. Hoe hij als kleine jongen gered is uit de Hollandse Schouwburg. Hij heeft op heel veel verschillende onderduikadressen gezeten en zo de oorlog overleefd. Weten jullie wat er in Amsterdam gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog, dus tijdens de bezetting, hè? Met heel veel mensen, groepen mensen in Amsterdam? Alle Joodse mensen moesten hierheen en die werden naar concentratie. De Joodse mensen werden naar concentratiekamp gebracht. Helemaal goed. Nog eentje? Maar niet alleen Joodse mensen, hè, trouwens. Ook homo's, lesbiërs en mensen die Joodse verzetstrijders. Mensen met andere ideeën of politiek. Of, ik weet niet zeker, maar ik heb een keer gehoord, als je een, ik weet niet, misschien bruin haarkleur hebt, moet je ook gaan. Zo'n beetje wel. Als je niet beantwoordde aan het idee wat, ik ga hem 1 keer noemen, dan noem ik hem niet meer. Adolf Hitler, hè, de dictator in Duitsland. Iedereen eigenlijk die anders was dan hij, dat vond hij niks en moest hem weg. Daar kwam het eigenlijk een beetje heel makkelijk gezegd. Goed, dat gebeurde toen al 1940. Hij was 22 jaar. Ze stonden met elkaar. De oorlog was net begonnen, de bezetting was net begonnen. En ze zouden. Weet jullie allemaal wat een generale repetitie is? Ja. Dat is de laatste repetitie die je kan doen. Laatste repetitie voor de première, hè, voor de grote première. Nou, hij was heel goed, klopt helemaal. In de Stadsschouwburg hier, in Amsterdam. Grote Stadsschouwburg, helemaal uitverkocht. En vlak voordat ze begonnen, de paar uur of misschien een dag, maar volgens mij zelfs de middag van de première, hadden ze nog de generale repetitie. Ze stonden geschminkt en wel, dus opgemaakt, hè, make-up en wel. Klaar om een hele mooie voorstelling van Shakespeare te spelen. En toen kwam er een telefoontje. Toen was daar in Utrecht een generale repetitie. En die generale repetitie was een getemde feest van Shakespeare. We stonden allemaal gekleed en geschminkt. En op een bepaald moment, we waren met de generale begonnen. Fien de Lamar speelde de feest, ik speelde zelf een pedant erin en Albert van Dalsum, die het ook geregisseerd had, speelde Petruccio. En toen kwam dat telefoontje binnen
er zijn twee Joden in dat gezelschap en die mogen niet spelen. En die twee waren Jo Sternheim en ik. En ik schrok, ik was een beginneling, zoals je het net hebt gehoord. En ja, ik was degene die het bedierf. Het was een volle zaal de volgende avond, het was uitverkocht. En toen stond Albert van Dalsem op en toen zei hij, wat moeten we nou toch doen? En toen was het heel stil. Toen zei een van de collega's daar, een zekere Ben Groenier, die zei, afschminken. En toen zei Van Dalsem, ja, afschminken. Dus als jullie niet geschminkt mogen zijn, dan doen wij het ook niet. Dus toen heeft de hele groep gezegd, wij gaan ook niet die première spelen. Dus die hele voorstelling ging niet door. Dat was natuurlijk een hele mooie reactie, toch? Ja. Solidair kan je dat noemen, toch? Als jullie niet mogen, gaan wij ook niet. Dat hebben ze volgehouden. Heel merendeel van de acteurs in Nederland in de oorlogstijd hebben gezegd, hebben de hele oorlog niet meer gespeeld. Nou, mijn vader was acteur van beroep, er werd niet meer gespeeld. Hij had dus geen beroep meer. Of geen vak meer, wij konden hem spelen. Maar hij had ook meteen in de gaten, hier moet wat gebeuren, het is erg. En toen is mijn vader heeft besloten om bij het verzet te gaan. Wie kan wel vertellen wat het verzet is? Dat is een soort van, dat zijn de mensen die tegen de Duitsers vechten. Ja, tegen de bezetters. Tegen de bezetters. Ja. Je kan ook zeggen Duitsers, maar ja, ik vind het zo eng omdat de Duitsers van nu, ja, zijn niet meer de Duitsers van toen. Maar toen hadden ze het nou de Duitsers ook nog. Ja. Maar goed, over de, tegen de bezetter vochten. Ja. Illegaal. Ja. Hè? Want ze mochten niet weten dat zij het waren. Dus het was illegaal. Ondergronds gingen ze in verzet. En op allerlei verschillende manieren. Nou, mijn vader die besloot dat ook te gaan doen. Liep natuurlijk wel. Kijk, als verzetsman liep je al gevaar als je gepakt werd. Maar dan had je nog kans om te moeten overleven. Als Joodse verzetman natuurlijk niet. Mocht. In die Hollandse Schouwburg werd eerst nog gespeeld. Toen mochten in die Hollandse Schouwburg alleen maar degene, de Joden die nog mochten spelen, die mochten als Jood in de Hollandse Schouwburg spelen en dat werd toen ook de Joodse Schouwburg genoemd. Al vrij snel hield de functie Schouwburg op te bestaan en werd het een verzamelplaats voor alle Joodse mensen die via Westerbork, gaan we het zo meteen nog over hebben, he, dat hebben jullie ook van gehoord als het goed is, Westerbork naar alle concentratiekampen werden gestuurd. Alle Joodse mensen uit Amsterdam werden daar verzameld. Hebben we over volwassen mensen, over oude mensen, maar ook over kinderen, Joodse kinderen. Alles ging daar naartoe. In een verschrikkelijk, dat was verschrikkelijk. Hij, mijn vader, had daar vroeger zelf als acteur voor de Tweede Wereldoorlog veel gespeeld. Dus hij kende dat gebouw heel goed. En hij besloot om zogenaamd met het verzamelen van de Joden te helpen in de Schouwburg. Maar wat hij echt deed, was hij kende in die Schouwburg, dat is een heel oud gebouw, allemaal gangetjes. Geheime gangetjes, in ieder geval doorgangetjes waar niemand eigenlijk van wist, naar de achterkant van de schouwburg, naar een tuintje, naar een muur achter het tuintje, en die konden ze daar in zo'n verzet. Dus hij heeft heel veel kinderen, hij niet alleen, samen met nog verschillende andere mensen die ook in het verzet zaten, heel veel kinderen laten ontsnappen uit die Hollandse schouwburg, die dan, toen ze ontsnapt waren, maar ook andere mensen, hoor, daar heb je gelijk. Maar goed, dus dat bleven ze doen. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben toen heel veel mensen gered. Heel dapper. Maar op een gegeven moment begonnen ze daar al achter te komen. De Duitsers, om het maar even zo te zeggen. En toen zijn ze ook andere dingen gaan doen. Ze hebben, op een gegeven moment hebben ze met die groep hebben ze een soort knokploeg samengesteld. Van sterke mannen. Elke keer als er bijvoorbeeld in verpleeghuizen waar oude Joodse mensen, heel veel oude Joodse mensen zaten, die werden ook allemaal meegehaald. Op het moment dat bekend werd dat daar razzia's zouden komen, oftewel overval zouden komen om al die mensen weg te halen, dan gingen zij er met die knokploegen op af om vooral tegen de Nederlandse foute politie te vechten. Ze hebben natuurlijk heel veel gevochten. Ze hebben ook in die verpleeghuizen, heel veel oude mensen, barricadeerden ze de deur voordat ze binnenkwamen. En omdat mijn vader acteur was, kon hij ze heel duidelijk laten zien hoe je moest spelen, dat je niet meer kon lopen. Dat je te oud of te ziek of wat dan ook, ik kan helemaal niks meer. Dus dat je eigenlijk niet meer
te transporteren was. Ook dat werd op een gegeven moment te gevaar. Dan kwam erachter. En het was te gevaarlijk, ze zouden opgepakt worden. Ze zijn ook een keer opgepakt trouwens, door de Duitsers. Ze zijn toen gelukkig ontsnapt. Ik weet niet precies meer hoe en wat. En toen hebben ze besloten van dit kunnen we niet meer doen, we moeten iets anders gaan doen. Maar wel verzet. En dat zijn ze gaan doen. Ze zijn toen, mijn vader is toen bij een verzetsgroep, er waren er heel veel in Amsterdam, maar bij één verzetsgroep heeft hij zich aangemeld, is mee gaan werken. En die verzetsgroep hield zich voornamelijk bezig, in het begin, met het vervalsen van identiteitsbewijzen. En heeft het laatste jaar van de oorlog heeft hij in de gevangenis gezeten. Als ze toen hadden geweten dat hij Joods was geweest, dan had hij nog geen dag in de gevangenis gezeten als hij meteen doodgeschoten. Mijn vader had een loopgraaf gegraven, een diepe geul, in een grote hoek. Dus die was ongeveer 2 meter en nog eens 2 meter. En het gedeelte daarvan was helemaal afgedekt. En hij hoorde dus, hij zag nootjes uit de lucht vallen. Dat waren natuurlijk bommen die naar beneden vielen. En hij riep meteen heel hard, jongens, allemaal de loopgraaf in. Dus iedereen werd het huis uitgehaald, allemaal de loopgraaf in. Mijn broertje en mijn zusje en ik achterin. En dan mijn moeder. En we hadden ook onderduikers. En wij konden daar allemaal in. En het was een verschrikkelijk lawaai, jongens. En toen het lawaai ophield en we eruit kwamen, zagen we dat alle pannen waren van het dak van het huis. En alle ruiten waren stuk. In een andere klas hoorde ik voor de pauze dat er toch wel heel veel grootouders van de kinderen in die klas Joodse mensen in huis hadden gehad. Dus er waren best veel Nederlanders die bescherming boden aan de Joden. En het was heel gevaarlijk, want je kon zelf opgepakt worden en zelf weggestuurd. En de Joden werden ook wel verraden door mensen. In de vorige klas wist een van de kinderen hoeveel geld iemand kreeg die een Jood die ondergedoken zat aan de Duitsers had verraden. Hoeveel geld kregen ze, denk je? 100 gulden? Nee, 7 gulden. Oh, wat? Mijn opa is is opgepakt in de trein. En is uit de trein gesprongen en heeft daarna allemaal mensen gered. En mijn oma heeft het concentratiekamp gered. En ze overleefd heeft mijn oma het. En mijn opa is toen dus teruggegaan naar Benelux-stad. En toen heeft hij allemaal mensen geholpen. En er waren ook een paar opa's en oma's van mij die zaten in het verzet. En ja, dat was het. Zo, wat een verhaal. Mijn moeder en mijn opa en mijn oma zijn allemaal Joods. We hebben ook geschiedenislessen over het ontstaan en het verloop van de oorlog. En we kijken hierbij naar de serie 13 in de oorlog. Jorie Wieriks, ook wel bekend als Juf op straat, heeft ons meegenomen op een monumentenwandeling langs verschillende plekken die nog herinneren aan die verschrikkelijke tijd. Deze wandeling begint bij de Stopera en leidt door wat vroeger een Joodse wijk was.
Nou, helaas door corona moet het bezoek wat we gepland hadden aan het Verzetsmuseum, dat kan helaas niet doorgaan. Daar hadden de kinderen erg naar uitgekeken, maar dat gaat niet lukken nu. En we sluiten ons project af met een kijkdozenproject. En bij dat kijkdozenproject gaan de kinderen naar aanleiding van alle verhalen die ze hebben gehoord over onderduiken, wat dat inhoudt. En wat voor soort mensen onderdoken. Dat waren niet alleen Joden, maar ook mensen die bij het verzet werkten. Of mensen die niet naar de werkkampen van de Duitsers wilden. Dus het waren verschillende soorten mensen die ondergedoken zaten. En naar aanleiding van al die ervaring die ze er dan daarmee hebben opgedaan, gaan zij een onderduikadres maken. In de vorm van een kijkdoos. En is het ook de bedoeling dat ze daar een verhaal bij gaan schrijven van wie daar zou hebben gewoond. Een fictief verhaal gebaseerd op geschiedenisfeiten. En van deze kijkdozen zal uiteindelijk ook een tentoonstelling worden gemaakt. En deze zal in de meivakantie te zien zijn in de Halle. Ze willen gewoon dit stukje. Ja. Ze willen een klein stukje ervan en de rest mogen wij zo zijn. Voor de bank. Mag ik dus moeilijk? Wij zijn Sanne en Engelen en wij hebben een kijkdoos gemaakt geïnspireerd op de schuifkast van Anne Frank. Daarnaast hebben wij ook een kijkdoos gemaakt die onder een boerderij is, maar dat weet ik niet of gezien. En ja, dat is het. Ja. Hoi, ik ben Medina. En ik ben Robin. En wij hebben deze kijkdoos. En dan is dit een kast. En hier zit dan een gat waar de onderduikers doorheen kunnen. Hier, en door de muur. En dan is hier zeg maar een schuilplaats. Van de onderduikers. En maar, dan is hier een bed. Ja. En dan hier een bank. En we zijn nog niet klaar. Dus ja, dat is het eigenlijk. Wij staan hier weer in de Halle bij de schilderingen van Moos Cohen en herdenken dat er 165 Joodse buurtbewoners zijn weggevoerd. Daarom onthullen we vandaag een uitgebreide gedenkplaat als herinneringsmonument aan zowel Moses Cohen als aan de andere vermoorde Joodse burgers. Cohen zat in het verzet en vervalste paspoorten voor het verzet. En dat terwijl hij op de Stadsschouderskade een atelier had met twee beruchte buren. De een roofde huizen van Joden leeg en de ander was een verrader. In 1940 kreeg Moses de opdracht van de dienst Stadsreiniging voor de schilderingen hierboven. Ze werden oorspronkelijk in 1941 geplaatst in de hal van het gebouw van de reiniging aan de Bilderdijkade, naast de tramremise. De kunstenaar vluchtte voor de nazi's en stierf, zoals eerder gezegd, in 1942 in Auschwitz. De Stadsreiniging was een van de eerste plekken waar de februaristaking begon. En veel arbeiders van de Stadsreiniging deden in 1941 mee aan deze staking. Onder hen was ook stakingsleider Dirk van Nimwegen uit Oud-West. En dan gaan we nu over tot de onthulling. Thank you.
صباح الخير عليكم. منورين والله النهارده. Cleopatra is in het Multicultureel Ontmoeting Centrum. Is een voor alle culturen, voor alle nationaliteit, voor alle gezinnen. Maakt niet uit waar kom je vandaan. Het is belangrijk eigenlijk deze mensen helpen en ondersteunen. En wij doen ook in zoveel activiteiten. Zoals een bijeenkomst, voorlichting. Nog Nederlands les, Arabisch les, reizen. Ook voor ongedocumenteerde mensen ook geholpen. Voor de mensen ook met problemen hebben. Een soort ook maatschappelijk werk hebben we. Ja, het is echt breed. Sporten ook doen. Naailes. Ja, wat nog meer. Ah, dat vindt het heel veel. Nou, dat alles wat vrouwen met elkaar kunnen connecten, ook met de gezinnen. Ja. Wat wij hebben opgemerkt, is dat we zijn allemaal voor andere landen. Dus toen we hier kwamen, we zijn hier beland op een of andere manier. Ik bijvoorbeeld trouw met de Nederlander. Dus die contacten met elkaar is belangrijk. En de steun aan elkaar is ook belangrijk. Vooral als vrouwen. Vrouwen moeten vrouwen steunen, weet je. Dus is dat wat Cleopatra voor staat. Wij steunen vrouwen. Op sociale basis gewoon, toch? Dat wij elkaar kunnen steunen. Ja. En dat is wat we vandaag gedaan hebben, dat is koken samen. Koken gewoon leren en door daar te spreken wij de taal. De taal, ja. Hier. En dat is belangrijk, dat is de Nederlandse taal. Wij leven hier, dat is belangrijk om de taal te leren. En in die maatschappij kunnen functioneren. Wachten, dit is Ewald. Dag allemaal. En welkom bij onze koken vandaag. Ik ben Eliana Arendt en vandaag gaan we gewoon Braziliaans koken. Ja, ik leer jullie gewoon een lekker gerecht te maken, heel simpel, dat jullie heel snel gewoon je familie gewoon blij kunnen maken. Ik ben al 33 jaar in Nederland, ik woon in Noord. Dus vond ik het hartstikke gezellig om een vrouw uit Noord van een andere achtergrond, van een andere nationaliteit, hier samen zijn om te koken. Toch, Abir? Ja, zeker. Ja? Nou, kan je me vertellen over deze projecten? In Arabisch of in Nederlands? Kan ook in Arabisch of in Nederlands. Wij gaan samen eigenlijk in één project beginnen. Het heet Multi Cuisine. Multi Cuisine zijn van alle landen, multiculturele gerechten. Zoals vandaag, we hebben Braziliaanse gerechten. En Eliana komt uit Brazilië, ze heeft ook een moqueca voor ons, gaat aan ons leren. En elke keer, we moeten eigenlijk een andere gerecht van alle landen. En deze project is, we gaan echt gewoon door. Wanneer beginnen eigenlijk? Echt beginnen? Nou, ik denk misschien volgende maand of zoiets, ja. December, omdat het kerst is en ja. We gaan ook leren hoeveel wij in onze eigen land de kerst beleven. Dus dat lijkt me hartstikke leuk. En ik ben ontzettend blij. Ik kom ook uit Noord. Dat zo zie ik. Ik ben heel zo blij. Wij zijn allemaal uit Noord. Dus samen koken met zo verschillende nationaliteiten vind ik prachtig. Zeker. Hoeveel nationaliteit zijn we hier? Wij hebben vandaag uit Somalië, uit Eritrea, uit Syrië, uit Irak. Uit Marokko, uit Brazilië, uit Egypte. Yes. Zo multiculti. Echt een zo, dat is ontzettend leuk. Ja. Die zijn de Cleopatra's. Cleopatra. Ja. Dat is een stichting. Dat hebben we jaren geleden, een paar jaar nou, hè? 2005 opgericht. Ja. Vind ik heel leuk, die naam. Ja, toch? Sterk vrouw, hè? Ja, daarom. Daardoor. Ik maak van jullie vandaag moqueca. Moqueca komt van die Indianen gewoon. In Brazilië waren Indianen, voordat die Portugees kwamen met die Afrikanen. Ja. En die Indianen hadden ook andere taal, dat is Tupi-Guarani. En moqueca kwam voor de woorden moquen, moquiar. Dat betekent stoven. En we gaan hier. Ik heb de ingrediënten. We gaan niet vissen nou als Indianen vissen met zo'n stokje. We hebben gewoon een mooie vis gekocht en garnalen. Dat maakt een beetje lekker fris. Palmolie. Nou, kijk. Deze gerecht is heel internationaal. Die komen ook uit Afrika. We hebben ook verse ingrediënten. Ja. We hebben hier paprika, tomaten, ui,
peper. Ook met kruiden ook. Kruiden ook vers. Ik heb hier mijn oude... Oude vet. Ja, daarom. Nou, we kunnen ook in een blender. Wij gebruiken die ook. We kunnen ook in een blender doen, zoals ook moderne vrouwen doen. Maar we gaan een beetje dunner zacht. Kijk. Ik ga de kinovlog nodig. Ja, ik wil het niet doen. Oh, heb je al heel jaar gedaan? Oh, geweldig. Ja? Zo'n assistent is geweldig. En we gaan een deksel doen. En? Straks. Ja. 33 jaar geleden kwam ik naar Nederland. 28 jaar geleden naar Amsterdam Noord. Toen ik zwanger was van mijn kind. En ik trouwde in Brazilië met een Nederlander en kwam hier. En dat was voor mij een nieuw leven, nieuw land, nou, taal, alles was anders. Klimaat, ik kom uit Brazilië en zo, heel veel mensen weten, Brazilië is hartstikke warm. Toen ik hier kwam was het moeilijk. Ik kon heel Brazilianen niet vinden, andere nationaliteit wist ik niet wat ze kon vinden. Ik trouw met een Nederlander, dus ik kwam gewoon bij een Nederlands circuit. Daar was mijn eerste contact echt met de Nederlanders. En dat was goed, zeer leerzaam. En toen verhuisde ik naar Amsterdam Noord. Daar was gewoon mijn eerste contact met die andere nationaliteit. En dat was ontzettend goed, omdat als in allochtonen, we haten woorden. Dus dat was echt... moeilijk om toch te integreren. Zeg, hoe kan ik gewoon vrouwen uit Egypte, vrouwen uit Eritrea, vrouwen uit... Dus, hoe kan dat nou? Dus, maar dat was de eerste stap om toch contacten. Dan heb ik Abi ontmoet in een soort project, een buurtproject. En dan heb ik mij ook aangemeld om mensen te helpen. En zo is eigenlijk begonnen. Nou, Amsterdam Noord is nu voor mij thuis. Ik woon thuis. Ik voel me thuis. Applaus nog voor Rihanna. Nou, ik denk dat we hebben allemaal een connectie met elkaar. En ik wil zeggen, eet smakelijk. In Brazilië die heet Bon Appetit. Hoe zeg je eet smakelijk in je land? En nou is ja, hoe heet je? Sahalgana. Weet je, als ze misschien naar Egypte gaan. Ja, dat vind ik ook leuk en is ook mijn land. Maar ik voel ook hier in Nederland en Amsterdam door ook mijn land. Het is echt niet groot verschil, weet je. Dat is, ja, we hebben emoties eigenlijk om hier ja, gewoon door, gewoon leven. Met een, ook een nieuwkomers, met een nieuwe nationaliteit. Ook met elkaar ook iets te betekenen voor onze buurt ook. Dat is heel belangrijk. Ik voel ook zoals met Eliana gezegd, dat is echt mijn thuis. Zeker dat jullie allebei... Noorderlingen zijn. Noorderlingen, ja. We zijn Noorderlingen, ja, klopt. Amsterdamse Noorderlingen. Nou, we zijn Noorderlingen. Ik vind Noorderlingen leuk. Omdat ja. Dit is onze buurt en we klopt. Zijn gelukkig hier. Zo. En ik zit op de zon. En ik heb een wel lekker gezien. Normaal. Inshallah. 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 Bye bye. Bye bye. Leuk om je present te horen. Graag gedaan. Tot volgende keer. Je zag net hè, op tafel, dat zijn wij één in één land. Dat is zoveel nationaliteit. Nederlandse spreken, omdat we hebben een Braziliaanse gerecht. En die ingrediënten noemen wij gewoon in Nederlandse taal, in de Nederlandse taal. Dat was, het is altijd ervaren, ik ervaar als geweldig. Is gewoon voor mij als kok, dat is geweldig. Dat is echt een manier om toch mensen te bereiken, de taal te leren. Mm-hmm. Dat is geweldig. En door dat ook, ook leren kennen. Weet ja, je, leren kennen. Zo en zo. Ook een, ja, de oude wisselen ook zoveel dingen. Ook oud wisselen, ja. Als het, door de, door, e- door de eten. Alles begint ja, bij het eten. Met het eten, klopt. Ja. Het is ook een makkelijker manier ook om te leren. Ja. En dat is ook plezierig, is lekker. Ja. Ik hoorde vandaag vrouwen uit Eritrea, uit Marokko, uit, zeggen, oh Lili, wat is de Braziliaanse, Braziliaanse eten? Lekker. Ja. Dus, dat is echt heerlijk, ja. Dat iedereen vond het heerlijk en dat is voor mij ontzettend leuk, ook om ja. te horen. Dat is geweldig. En we gaan ook cadeautjes uitgeven. Dat is altijd leuk. Samen koken is hartstikke leuk, maar cadeautjes zijn altijd leuk. Oké. Daar kan je niet gewoon zeggen. Welke... Ja, wie zitten we erin?
Ja? Alsjeblieft. Die wil je niet. Ik denk het. Er is die. Ja, sorry. Dank je wel. Dank je wel. Thank you.